Op 6 februari nam de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen voor het eerst plaats in de enquêtezaal om de openbare verhoren aan te kondigen. In de twee daaropvolgende weken verhoorden wij burgemeesters, deskundigen, moskeebestuurders en getuigen. Zij deelden hun kennis en ervaring en brachten vaak interessante details aan het licht. Er zaten spraakmakende verhoren tussen die ons onderzoek een gezicht gaven. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhoren met mevrouw Hartzi, mevrouw Yücel en de heer Salaam. Nou, op een vrijdagmiddag is echt opgenomen. Ik kon het helaas niet meer terugvinden. En stond een meneer en die zegt, die heer Hartzi, die Tunesische, die heeft gezworen om jullie de moskee te sluiten. Dus dan moeten jullie maatregelen tegen haar gaan nemen. En toen was ik geschrokken, want maatregelen, het hoeft maar een gek daar ertussen te zijn. Ik woon in Geleen, mijn kinderen zijn wat ouder. Het had van alles kunnen zijn. En mensen zijn bang, heb ik ook in mijn position paper ook woorden aangegeven. Mensen zijn ook bang dat het hier ook gebeurt, dat mensen hier ook aangevallen kunnen worden, omdat je anders denkt, omdat je niet precies zegt wat vanuit de Turkse overheid wenselijk is. Dan is ons antwoord heel simpel. Als deze meid een vader heeft, dan kan deze vader haar zelf huwen. Wij hoeven niet te pas te komen aan een huwelijk. Dat is het antwoord. Onder Ede werden onze vragen beantwoord om meer inzicht te krijgen in ongewenste beïnvloeding van moskeeën en moskeescholen. Dat beloof ik. De onderzoeksopdracht bleek geen eenvoudige. Onze zoektocht leverde nieuwe feiten op. Welwillendheid om mee te werken, maar ook weerstand. De openbare verhoren hebben veel teweeg gebracht in de samenleving. Naast de protest was er vandaag ook een verhoor in Den Haag. 3,5 jaar geleden onthulden we dat het kabinet cruciale informatie over moskeefinanciering geheim hield. Dat een bepaalde groep, een kleine minderheid, maar wel een hardnekkige minderheid, heel erg dominant is op sociale media en het publieke debat. Ons eindverslag heet Onzichtbare invloed. We hebben gezien dat vanuit de Golfstaten en Turkije geld wordt gegeven en imams worden gestuurd naar Nederland om hun versie van de islam te verspreiden en mensen daarmee te beïnvloeden. Deze beïnvloeding vindt plaats op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het financieren en besturen van moskeeën en moskeescholen. Door het scholen en betalen van imams en predikers. Het verspreiden van boeken en lesmethodes. En tot slot is er sprake van directe invloed op moslimgemeenschappen via sociale media. Door een gebrek aan transparantie is en blijft het aantonen van deze beïnvloeding lastig. Dat heeft de commissie ook zo ervaren. Het zicht is beperkt en afhankelijk van de goede wil van andere landen om informatie met ons te delen. Feit is dat op zichtbare en onzichtbare wijze salafistische aanjagers en regeringen in de hoofden en harten van onze moslimgemeenschappen proberen te komen. De resultaten van ons onderzoek geven ons dan ook reden tot zorg. Vandaag bieden wij het eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het is nu aan de politieke partijen om conclusies te trekken uit de resultaten van ons onderzoek. En om te bepalen of er meer maatregelen nodig zijn om beïnvloeding tegen te gaan. Daarover volgt een debat, hier in de Tweede Kamer.